Hier staat hij voor zijn lievelingswerk, Villa Volta in de Efteling. We staan nu in Villa Volta en ergens ben ik daar toch wel trots op. In die zin, wij waren de eerste die een attractie in deze vorm ontwikkelde. En inmiddels zie je dat de grote der aarde overal gevolgd zijn om ook zo'n soort attractie neer te zetten. Ton van der Ven maakte ook nog het spookslot, Fata Morgana en het volk van Laaf. 30 jaar lang was hij aan het ontwerpen en hij was er nog lang niet bij. Dat was een corset wat mij heerlijk paste en dat mij nooit gekneld heeft. Maar nu ik na een lange tijd de Efteling als ontwerper ga verlaten, ga ik mijn geleende hand even proberen te verlaten, want het is moeilijk om dat af te wennen. En te beginnen met datgene wat je als 21-jarige eigenlijk wilde gaan doen. Ton van der Ven wilde beeldend kunstenaar en schilder worden. Die jeugdwens kan nu in vervulling gaan. Bij elke attractie die hij ontwierp, heeft hij zijn eigen ideeën, zoals de Droomvlucht. Toen heb ik een sprookjesachtige wereld verzonnen, waar mensen doorheen gevoerd worden via de gondeltjes. En waar ze eigenlijk door alles wat ze zien en wat ze waarnemen, hun eigen sprookjeswereld daaruit maken. Omdat ze geholpen worden door de elfen, de fauntjes, de boswezentjes. En in ieder die er doorheen gaat, komt er altijd uit met een eigen verhaal. Van der Ven geeft het stokje door aan een nieuwe generatie ontwerpers. Vergeten worden zal hij niet. Daar zorgen zijn creaties wel voor.